kijkt naar deze nieuwe extra video. Het is een beetje donker buiten. Echt zo'n perfecte winterse dag is het eigenlijk. Mega koud ook. Maar vandaag heb ik nog een adventskalender unboxing voor jullie. Of dit is de laatste of die van Bijou MC. Maar dat moet ik nog even kijken. De allerlaatste dus van 2022. De unboxing van de adventskalender van Finaste. Ik moet hem nog uitpakken. Je spreekt het dus uit als Finaste. Ik heb het even gevraagd. Misschien was het Finaste, I don't know. Maar het is Finaste. Ik ga hem openmaken. Ben je benieuwd wat er in deze adventskalender zit? Blijf dan zeker even kijken. En vergeet niet het duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal. Dus laten we snel beginnen met de adventskalender unboxing van Finaste. Dit is de verpakking waar het in zit. Je denkt vast, wat is dit voor een adventskalender, maar dit is dus sieraden. Finaste is eigenlijk gewoon een sieradenmerk. Dus ik ben heel erg benieuwd wat er allemaal in zit. Het zijn er dus 10. En zo ziet het eruit. Ik ben echt heel erg benieuwd naar de inhoud. Maar het ziet er al heel erg schattig uit met dat zwart en dat goud. Ik ben benieuwd. Ik ga beginnen met vakje 1. Oh mijn god, ik wil zeggen, als dit vakje 1 was die viel, dan vreet ik mijn schoen op. Het was vakje 1. Goed, vakje 1 zit in dit doosje. Het is het doosje waar het in zit. En er zitten ook echt van die gouden details op. Heel erg mooi. Oh, ik had hem op de kop. Maar goed. Oh, deze vind ik heel leuk. Ja. In het allereerste vakje zit deze prachtige hartjesarmband. Met een diamantje erop. Ik vind deze heel erg mooi. Heel subtiel, maar echt heel erg mooi. Als je gewoon een, ja, heel veel armbanden om hebt. En dat heb ik altijd wel. Dus dan vind ik dat heel leuk om deze erbij toe te voegen. Wauw, ik vind deze echt heel erg leuk. Je kan dus gewoon kiezen voor goud of zilver. En ik draag altijd goud, dus ik heb voor de gouden adventskalender gekozen. Nou ben ik eigenlijk wel benieuwd of dan, als je zilver kiest, of dit dan ook allemaal zilver is. Maar goed. Eerste vakje is dus deze armband en ik vind hem echt prachtig. Ben ik de enige? Ik kan dat gewoon niet. Ik kan armbanden dus niet bij mezelf omdoen. Nee, ik kan dat niet. Jammer niet. Eerste vakje kost ook, dit armbandje kost €19,95. Dat is de echte prijs van het armbandje. Door naar het tweede vakje. En dat is weer zo'n mooi doosje. Jullie zien al wat erin zit. Ik heb geen idee. Oeh, volgens mij zit een ring. Ja, dit is een verstelbare ring. Oh, ik hou van ringen. Ik heb echt altijd ringen om. Ik ga die even omdoen. Oh ja, die vind ik heel erg leuk. Dit is de ring. Ik heb hem om mijn ringvinger gedaan. En hij heeft ook een heel erg mooi golfjes effect. Ik vind deze ook heel erg leuk om te combineren met andere ringen. Het derde vakje is dit cadeautje. Oh, deze vind ik ook heel mooi. Wauw. Ja, ik hou hiervan. Dit is een armbandje. En deze heeft hele mooie, prachtige zilveren diamantjes erop. Zoals je kan zien heb ik dat in mijn oorbellen. Ik heb dat in deze ring. Dus dan vind ik dat echt heel erg leuk dat ik dat nu ook in een armbandje heb. Kijk, je kan het wel heel goed zien. Echt heel leuk. Wel weer een armbandje, maar ik hou ervan om echt heel veel armbanden om te doen. Ik ben echt verliefd op deze. Eigenlijk allemaal gelijk bij mezelf omdoen. Maar ik kan armbandjes dus echt niet bij mezelf omdoen. Dit armbandje die kost €19,95. En de ring die kost €15. Het vierde item zit hier zo. Oh ja, dit is wel echt heel basic. Nou moet ik zeggen dat ik dit niet echt vaak draag. Maar dit zijn hele kleine knopjes. Dit zijn ze. Ik vind ze wel echt heel erg mooi met dat diamantje erin. Ik ben zelf wat van de iets heftige oorbellen. Ik moet zeggen, als je echt een derde of vierde gaatje hebt, dan is dit wel heel erg mooi erin. Of hierboven, dan vind ik dit ook echt heel erg gaaf. Maar dat heb ik niet. Maar wel heel mooi. Even kijken, die oorbelletjes kosten €9,95. Dat vind ik echt niet heel duur. Oké, okay, door naar 5. En dat is dit doosje wederom weer. Wat zou het zijn? Ik hoop een ketting of zo. Oeh, zou dit een ketting zijn? Ja! Oh ja! Dit zie je dus nu tegenwoordig echt heel erg veel. Dit is hem. Het is een soort klavertje met een soort parelmoer witte glans. Echt prachtig vind ik die. Dit zie je dus ook nu heel veel in armbanden en zo. Maar ik vind deze heel mooi met dat wit. Ik ga die gelijk omdoen. Dit is de ketting. Ik vind hem echt heel erg leuk. Oh, dit is echt een vloerding. Die ketting kost €24,95. Doosje 6. Geen idee wat dit kan zijn. Oorbellen. Oh, ze zijn wel cute. Maar
Ja, voor mij mochten ze wel nog groter. Dit zijn de oorbellen. Ik hou er wel van. Ik heb ze zelf in het groot ook. Ja, ik zou dit zeg maar niet zo snel in je tweede gaatje doen. Dus dan zou ik hem in je eerste gaatje doen. Maar dan mogen ze van mij wel wat groter. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk, ook voor kerst. Deze kost ook €24,95. Alweer naar 7. En die zit weer in een goud zakje. Oh, dit is het eerste item waarvan ik denk, nee, dit is niet echt wat voor mij. De rest zou ik allemaal echt wel dragen, maar dit niet. Dit is zo'n armbandje aan een stukje touw, zeg maar. Een stofje. Ik hou daar echt niet van. Dit is de armband. Zoals je kan zien is het dus van zo'n stofje. Er zit een ster op als bedel. Wel heel schattig, maar nee, dit is niet wat voor mij. Dit armbandje kost €15,95. Gaan we alweer naar 8. Die zit hier. Oeh, wat is dit? Een armbandje, denk ik. Van ketting. Ja, een ketting. Oh, ik vind die wel heel gaaf hoor. Je moet ervan houden. Ik weet niet of je het kan zien, maar deze ketting is dus gewoon heel simpel goud. En dan heeft hij van die kleurendotjes erop. Beetje groen, donkerblauw, rood. Kijk. Ja, ik vind hem wel heel cool. In de zomer of zo zou ik dit wel echt heel erg snel dragen. Deze is €19,95. Dan zijn we alweer bij het één na laatste vakje. Of zakje, whatever. Zakje, vakje 9. Ik ben opnieuw wat hierin zit. Oh, oh. Dit is een ring. En deze vind ik ook prachtig. Die past heel erg leuk bij die oorknopjes. Oh, wat een leuke kalender. Ik ga hem even omdoen. Dit is een verstelbare ring. Dit is hem. Kijk hoe mooi. Het is gewoon goud met details. Een beetje ribbeldetails. En dan een hele mooie diamant. Nou, ik vind dit leuk. Heel erg mooi. En die ring kost €14,95. Oh, ik vind hem echt heel erg gaaf. Dan zijn we alweer bij het allerlaatste vakje. 10. Deze is groot en voelt groot aan. Ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop dat dit een knaller van een eind is. Statement oorbellen of zo. Dat is altijd wel leuk voor kerst. Oh ja, dit zijn statement oorbellen. Vind ik dit leuk? Weet ik niet. Misschien wel. Ik weet niet of dit helemaal mijn ding is. Maar ik denk dat het eigenlijk best wel vet kan zijn. In het laatste vakje zitten namelijk deze dikke hoops. Ze zijn echt wel breder. Van goud dus. Heel erg mooi wel. Maar ik weet niet of ik het echt bij mij vind staan. Deze dus. Ja, hier moet je van houden. Ik weet het niet zo goed. Deze kostte €13,95. Dat was alweer de adventskalender van Finaste. Wat vind ik ervan? Eerlijk, ik vind het echt heel erg leuk. Echt een cadeautje. Zou ik even googlen hoe duur die is? Oh, de adventskalender kost €49,95. Ik vind hem absoluut waard. Echt, er zitten... Eigenlijk vind ik alles leuk. Behalve dan misschien de laatste oorbellen niet helemaal mijn smaak. Maar ik vind ze eigenlijk alsnog wel leuk. Ja, en het enige wat ik echt niet leuk vind is die armband met dat stofje. Dat is gewoon echt niet mijn ding. Dus... Eigenlijk vind ik de rest allemaal leuk. Dus ik vind het zeker het geld waard. Maar het is natuurlijk ook een beetje per smaak. De een houdt er wel van, de ander niet. Dus dat ligt ook gewoon aan per persoon. Ik zal de adventkalender even in de beschrijving linken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van deze adventkalender vindt. Oh, ik wil die armband ook gelijk allemaal omdoen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Check de beschrijving, daar zal ik de adventkalender even linken. En laat weten wat jij van deze adventskalender vindt. En ik zie jullie tot de volgende video weer. Doei doei!